Yo, welkom bij een nieuwe Animal Crossing video. Dit eiland kennen jullie nog niet. Dit is namelijk mijn tweede eiland. En dan denk je vast, ja Rick, hoe kan je nou twee eilanden hebben? Ja, ik heb het geluk dat ik twee Nintendo Switches heb. En op de stream heb ik live met mijn kijkers gehunt naar de allertofste bewoners. Ik heb meer dan 500 Nookmiles tickets uitgegeven aan deze bewoners die nu op dit eiland zijn. En 8 van de 10 horen tot mijn favoriete bewoners. Dus we gaan snel kennis met ze maken. En dan ga ik jullie daarna nog even mijn eilandje laten zien. Zoals je rechtsonderin kan zien heb ik een heel mooi dorpje gebouwd. Het dorpje is nog niet af, maar alle huisjes staan hier al wel. Dit is huisje 1, maar hier is niemand thuis. Dit is huisje 2, maar hier is ook niemand thuis. Dit gaat lekker. Is bewoner nummer 3 thuis? Nee, ook niet. Yo, maar Molly is er wel. Hallo Molly. Molly wil me even een emotie leren. Molly is zo schattig. Maar Molly moet me eerst even iets vertellen, want het begon op een koude, mistige avond. Ik hoorde een vreemd geflapper en ik kreeg de rillingen en plots voelde ik iets aan mijn nek klikken. Ik schrok, draaide mijn bliksemsnel om en zag de was die ik eerder had opgehangen. Wapperend in de wind. Met andere woorden, wees niet bang om je te laten zien dat je angst hebt. Oh, Molly is zo'n schatje. Molly is dus een van die bewoners die ik heel graag op mijn eiland wil hebben. Ik twijfel of ik Molly of Ketchup het leukste eentje vind in Animal Crossing. Maar hey, Molly man, je bent echt van harte welkom hier op dit eiland. Het is zo'n lief, schattig, leuk eentje. En in dit huis woont iemand die niet echt schattig is, maar wel een dikke baas is. Het is Octavian. En Octavian is lekker aan het klussen. Kijk hem staan. Kijk hem bezig met zijn hamer. Maar kijk deze kamer ook vooral. Het is gewoon een dikke space room, jongen. Octavian is gewoon je inktvis van outer space. We zien een alien. Octavian is hier zo. Dit is zo dope, man. Dat er, er zijn gewoon aliens in zijn huis. Niet normaal. Hé, hey, Octavian, wat ben je aan het maken dan? Zijn rug is niet meer zoals het vroeger was. Hij is ridderlaarzen aan het maken. Nice. Ik wil zeker leren hoe je ridderlaarzen moet maken, Octavian. Leer mij, leer mij. Ik heb de instructies opgeschreven. We moeten ze volgen. Oké. Makkelijk zat, zuignap. Let's go, ridderlaarsjes. Oeh, die zijn wel fancy. Die kunnen we maken met 4 ijzerklompjes. Oké, Octavian, later. Ik moet mijn kijkers voorstellen aan de rest van de dorpsbewoners hier. Doei doei! Misschien denk je wel, hoe kom je aan 500 Nookmiles tickets, Rick? Ja, ik heb dus super lieve kijkers op Twitch en die hadden mij allemaal Nookmiles tickets gesponsord. Dus dat is super cool. En een van mijn startbewoners is Bam! Alles lekker, gaffel! Ja hoor, Bam, alles lekker met jou. Hij gaat weer lekker cross trainen. Ja, ik vind Bam ook cool. Ik vind het kleurtje van Bam super leuk. Ja, en hij is een van mijn beginbewoners. Dus ja, cool. Ik ben blij dat je er bent. Mijn andere beginbewoner die is verdwenen. Dat was namelijk de kangoeroe Sylvia. Maar die heb ik weggedaan. Die wilde weg. En die mocht ook weg. Oh, ik ben trouwens helemaal vergeten. We hebben ook een bezoeker op de kampeerplek. Dus we gaan sowieso straks even kijken wie dat is. Doe ik even zeker dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Als je van Nintendo video's houdt. Terwijl ik even gewoon keihard op de muur sla. Hier woont een bewoner waar ik 300 Nookmiles tickets aan heb uitgegeven. En uiteindelijk was het eigenlijk niet wie ik wilde. Maar je bent van harte welkom. Want eigenlijk vind ik je nu super leuk. Dit is de one and only Bangle. Welkom in mijn bescheiden woning. Gramf. Mijn houten nachtkastje is dus echt het beste schrijfoppervlak ooit. Ik gebruik het echt super vaak om mijn handtekening op te oefenen. Ja, deze wil dus een superster worden, Bangle. Maar Bangle ziet er echt heel cute uit. Super leuk, super vrolijk tijgertje. Dit is ook wel de tijger die het beste op een tijger lijkt. En ja, ik heb wel een zwak voor Bangle. Bangle is wel mijn favoriete tijger. Dus ik ben uiteindelijk heel blij dat Bangle hier is. En Bangle mag eigenlijk ook gewoon op mijn eiland blijven. Want ik vind hem eigenlijk super leuk. Of ja, hem. Volgens mij is het een haar. Want hier zien we een soort van jurkje. Dus ik betwijfel of dit een hem is. Bangle, jij bent vast een meisje, of niet? Oké, dan gaan we even kijken wie er nog meer thuis zijn. Deze bewoner is niet thuis. Dat is echt een van mijn favoriete bewoners. Misschien wel mijn meest favoriete bewoner van allemaal. Molly staat hier even lekker yoga te doen. Alright, dan gaan we hier naar dit huis. En wie zou hier wonen? Hier woont wel een heel toffe bewoner. Dit is ook gewoon een heel vet huis. Ik heb heel veel liefde voor Sprocket. En dit is de collega-robot. Dit is namelijk de kikker, Ribbit. Hoe is het ermee, Ribbit? Met je mooie planga. Ribbit is net als Sprocket en Bam ook een sportief type. Oh, maar deze muziek, jongen. Dit is zo lekker. Hij heeft ook gewoon best wel een coole kamer. Hij heeft van die printplaten die in de computer zitten, heeft hij op zijn muur. Hij heeft een dikke serverkast. Hij heeft een mooie stereo. Hij heeft een laptop. Hij heeft nog een desktop. Dit is echt een beetje een nerd, jongen. Nou ja, een beetje een nerd. Kijk die vloer trouwens, man. Die vloer is zo vet. Kijk, ik vond Ribbit sowieso best wel cool, want ik vind die robotbewoners heel vet. Maar toen ik zijn huis zag, zag, toen dacht ik helemaal van, ah, wat ben jij cool. Oh, ik ben wel echt benieuwd wie er op mijn campsite is, jongens. Maar ik wil jullie eerst al mijn andere bewoners laten zien. Welke bewoners vinden jullie eigenlijk toffer? Vinden jullie mijn bewoners van mijn andere eiland leuker? Of vinden jullie deze bewoners leuker? Ik denk dat jullie allemaal voor deze bewoners gaan, toch? Eens even kijken, loopt er hier iemand op het dorpsplein? Hallo? Hallo? Ja hoor, het is je unicorn. Het is je boy Julian. En Julian doet wel echt heel erg stoer. Julian zegt, jij lijkt altijd wel een goed humeur te hebben. Glitter. Kijk daarachter! Judy! Yo Judy, hoe gaat het ermee? Oh, dit zijn gelijk twee zulke leuke bewoners in één shot. Dit is zo leuk. Als het op gedurfde modekeuzes aankomt, dan ben ik de juiste persoon om mee te praten. Maar met dat bulldog-jasje komt deze zomer niemand weg. Wat? Hij kraakt gewoon mijn jasje af. Hey Julian, je hoeft niet stoer te doen hoor. Kijk naar je eigen jasje. Je hebt een freaking Galaxy jasje, man. Dit Galaxy jasje is uit de jaren 90, toen de gabbers nog aan het gabberen waren. Hij vindt ook dat Isabel het meeste brein is achter dit eiland. Oh, jij underrate mij zo, jongen. Oké, Julian. Je ziet er heel leuk uit en je hebt een heel mooi huis. Je bent een unicorn en daarom mag je op mijn eiland. Maar ik ga door naar de volgende bewoonster. Judy! Judy, waar ben je? Hier is Judy. No, oh, dit is zo'n schatje. Kijk die oogjes. Ik wilde dus eigenlijk geen schattige bewoners op mijn eiland. Tot Judy kwam. Ik zag Judy en ik was op slag verliefd op Judy. Die oogjes en gewoon dat soort van galaxy-achtige patroontje wat ze heeft op haar huid. En die leuke kleertjes die ze aan heeft. En dan loopt ze ook nog hier lekker een beetje te hangen op het strandje. Judy is absoluut een van mijn favoriete bewoonsters in Animal Crossing New Horizons. Nou, ik kan jullie nu een stukje van mijn eiland laten zien. Want als je vanuit het dorpsplein naar rechts loopt, dan kom je bij de ingang van mijn eiland. En ik heb dus een beetje dat Japanse thema. Dit ding wat hier staat, dit kostte meer dan 100.000 klingels. Volgens mij was er zelfs meer dan 200.000 klingels. Maar ik vond het zo mooi passen bij het Japanse thema-eiland. Er staat er lekker wat bamboe, wat mooie lampjes. En dan daar in de verte, oh, daar zit nog een bewoonster. Die zit daar lekker sushi te eten. En dat is ook een van mijn favorieten. Het is namelijk Coco. Hallo Coco, leuk je te zien, boyong. Coco is een beetje onzeker en ze schrijven dus altijd brieven op het moment dat ze zich een beetje eenzaam voelt. En dat is echt letterlijk om de 2 dagen volgens mij. Dagen als vandaag zijn gewoon perfect voor de krant lezen. Maar je bent een boek aan het lezen, dat is geen krant. Coco, heb je zin om samen sushi te eten? Oh. Nee, je hoeft niet gelijk weg te lopen. Maar ik was ook bezig met mijn eilandtour. Daarachter zit Coco dus lekker te chillen. En dan kom je hier aan als je over het bruggetje loopt. En dan heb je hier dus nog een soort van Japanse tuin. Alleen dit bord past er niet zo bij. Maar ik vind dit gewoon wel een heel vet bord. En dat laat ook zien dat mijn eiland open is. Als je dan hier naar beneden loopt, langs de lampjes, dan loop je dus hier naartoe naar Dodo Airlines. En dan kan je hier dus lekker naar nieuwe bewoners op zoek gaan op het moment dat je dat wil. Nou, aan de andere kant hebben we nog zo'n brug. Ik heb hier nog niet zo heel veel aan gedaan. Ik wilde hier een arcadehal maken, maar dat lukt me nog niet echt. Ik ben nog niet echt heel erg tevreden over deze arcadehal. Ja, en dan gaan we eens even kijken waar de rest van mijn bewoners zijn, want dat zijn er nogal wat die kwijt zijn. We hebben degene die in dit huisje woont nog niet gezien. En degene die in dit huisje woont hebben we ook nog niet gezien. Dus ik moet nog even op zoek naar 2 bewoners die we nog niet hebben gezien. Ja, en dan kunnen we straks eens gaan kijken wie er in mijn campsite zit, want ik hoop dat hier echt een toffe bewoonster in zit. Of een toffe bewoner, het mag ook een man zijn natuurlijk. Nou, misschien lopen ze dan wel in Nook's Cranny, in Nook's Hoek. Dan kan ik jullie gelijk even dit stukje laten zien, want hier moet je 2 etages naar boven en dan kom je namelijk uit bij mijn huisje. Ook weer volledig in Japans thema. Deze dingen zijn wel grappig. Een soort van bamboespeeltjes zijn dit. Oké, is er iemand aan het shoppen toevallig? Nee, hier is ook niemand. Nou, dan moeten ze wel haast in het museum zijn, toch? Ja, hier is er een. Dit is Shep. En Shep kennen jullie nog van mijn oude eiland. Shep was de eerste bewoner die op mijn campsite kwam. En die kan je dan natuurlijk niet negeren. Die moet naar je eiland komen. Je kan hem niet wegsturen. En op zich vind ik Shep hartstikke leuk. Maar Shep hoort niet bij mijn 15 favoriete Animal Crossing villages ook. Dus Shep, die wil ik eigenlijk nog wel weg hebben. Want ja, ik heb hem ook op mijn andere eiland. En dat is dikke prima. Ik ben blij als hij daar blijft. Ik vind het een hartstikke leuk figuurtje. Maar als ik mocht kiezen, zou ik toch liever iemand anders hebben. Dus misschien zit er nu wel een hele leuke bewoner op mijn campsite. En die wil ik dan hebben in de plaats van Shep. En dan ben ik dus nog op zoek naar 1 andere bewoner. En dat is echt een van mijn leukste bewoners. Dus ik hoop dat we die nog wel gaan vinden. Zou ze tussen de dinosaurussen lopen? Nee, hier is ze ook niet. Nou, ze loopt ook niet in het museum. Waar ben je? Waar ben je? Moet ik nou echt heel mijn eiland rond gaan lopen om je te zoeken? Waar ben je, man? Oh, hier! Hier is ze. Het is Audie. En ik moet zeggen dat haar outfit nu niet zo heel cool is. Maar ze ziet er echt heel leuk uit. Audie. Zonnige dagen zijn mijn favo-dagen. Op een zonnige dag glinstert alles. Ja, Audie heeft ook altijd een zonnebril op. Dus dat snap ik op zich wel. En Audie is vernoemd naar een oma die duizenden uren Animal Crossing heeft gespeeld. Dus dat is super cool. Ze staat ook hier voor haar huisje. Ze heeft echt een heel leuk, vrolijk, mooi huisje. Ja, en ik ben blij dat ik je toch nog even heb gezien, Audie. Wil je de popsterrenposes met me oefenen of zo? Vraagt ze. Ik heb wel een hoop diva's hier op het eiland, hoor. Audie, Coco en Julian. Ze willen allemaal popster worden. Ze vinden zichzelf allemaal de beste. Maar we gaan eens even kijken of we een leuke vervanger kunnen vinden. Want we hebben hier een bezoeker op het kampeerplekje. En ik zelf hoop heel erg op dat ik Raymond of... Wat? Ben ik nou gestoken? Ik zit even rustig mijn verhaal te doen. Dat was zeker een mug. Er zitten nu muggen in de game, of niet? Maar ik hoop heel erg op bijvoorbeeld Raymond of misschien wel Marshall. Mint vind ik een hele leuke. Roald, die vind ik ook heel gaaf. Maar ik heb hier dus al een sarcofaag neergezet naast het kampeerplekje. Omdat ik heel erg hoop op Anka. Oh jongens, zal het een van mijn favorieten zijn? Zal het een uit mijn lijstje zijn? Ik ben zo benieuwd. Ik durf niet te kijken, jongens. Het is... Nou, zij is zo cute. Wie is dit? Dit is June. Die vraagt, hoi, woon jij hier? Wat heb jij geluk, zeg. Ik ben alleen maar op bezoek, wolkje. En ze hoopt hier goed uit te kunnen rusten. Nou, dat komt vast goed, June. Ik heb voor mezelf een regel dat ik maar 1 bewoner per diersoort mag. En ik heb natuurlijk Judy al. En deze June is echt super cute. Ze ziet er super leuk uit. Maar ja, ik heb Judy al. Dus ik wil Judy op mijn eiland houden. En helaas, June. Sorry. En ja, dat was hem alweer voor deze video. Ik ga nog even chillen hier naast Molly. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je meer Nintendo video's wil zien. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/rikachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!